We hebben hier 200-300 soorten in de tuin staan. Hier hebben we het zebragras. Dat is heel bekend vanwege zijn streepje. We hebben hier een 7 of 8 soorten die allerlei verschillende eigenschappen vertonen. De ene is meer rechtopgaand, de volgende is meer hangend, de volgende is korter. Wat is nou het beste voor welk type klant? Er is geen bedrijf die een assortiment van deze grootte in een tuin zet. Maar daarnaast wordt er eigenlijk alleen maar geteeld. Er wordt nooit getest. Wat we willen doen is, hebben we ook echt planten die echt goed zijn? Zijn ze echt winterhard? Zijn ze echt toepasbaar in de tuin? Blijven ze echt goed overeind staan als het hard waait? We willen echt laten zien dat een plant goed is. En dan ook met de klant samen door zo'n tuin heen lopen. Wat gaan we nou doen volgend jaar? Welk assortiment moeten we hebben? Zijn er niet veel leukere soorten in de markt die dezelfde soort eigenschappen hebben? Dus wat dat betreft onderscheiden we ons echt van de anderen. Om gewoon een goed product, maar daarnaast ook een correcte assortiment voor de betreffende klant weg te zetten. Waar we ook steeds meer aandacht voor hebben is voor de compacte tuin. Je ziet toch dat mensen minder tijd in de tuin spenderen, minder ruimte in de tuin hebben en vooral voor gemak kiezen, maar ook het moet wel royaal zijn. Dit is olifantengras, dus normaal gesproken een heel royaal groeiende plant, zoals je ook daar kan zien, hoe hoog die wordt, al 3 meter. Maar we zijn juist aan het zoeken naar soorten die compacter zijn, dat mensen hem ook in de kleine tuin kunnen gebruiken en toch het volume in de tuin hebben. Dat zijn echt soorten, als dus bijvoorbeeld Miscanthus redchief. Hiernaast hebben we Adagio staan. Mooie planten, wel mooie formaat, goed te gebruiken, mooie kleurstelling ook. Dus ja, ook echt wel een meerwaarde in de tuin en ook heel bruikbaar. Hierbij ook nog een hele leuke soort, een nieuwe Miscanthus. Die hebben we door een breeding van een tiental jaar uitgeselecteerd, welke we het komend jaar gaan beschermen. Welke zich bijzonder laat zien door zijn bloeiwijze, de bloeikleur en de hoogte van deze plant. Zoals je ziet, de hoogte is nu nog een goede meter. Zelfs de eerste jaar op de pot is die nog lager als deze hoogte. De kleur is echt uniek, hij is mooi rood. Daarnaast is het ook bijzonder dat hij verschillende bloemlagen creëert. Je ziet een eerste bloemlaag, die komt hier en hij blijft nieuwe bloemlagen over elkaar heen geven. Hier hebben we de Schamsia, een erg sierlijke plant. Nu is hij een beetje in zijn herfsttooi, echt de prairiestand. In het voorjaar is hij echt heel fris groen met een mooie wijvende pluimen. Zoals gezegd, specialiseren we ons vooral in winterharde planten. Wat niet wil zeggen dat wij ons niet verdiepen in, zijn er ook nog goede eenjarigen die een mooie terraswaarde hebben voor een klant. Hier zie je bijvoorbeeld de Penicetum rubrum. Is al jaren een groot product voor ons. Is gewoon verschrikkelijk mooi vanwege zijn bladkleur. En daarnaast de eerste pluimen zijn weer op komst. Hier ziet u een prairietuin. Die hebben we als meer als hobby ontwikkeld de laatste jaren. Omdat we ons toch ook wel willen inzetten voor het wild leven in de tuin. Wat je ook ziet, en dit is zo'n plant. Het is enorm, zelfs op een wat donkere dag, dat hij nog zoveel insecten trekt. En wat dit toevoegt in je tuin. Het geeft gewoon een extra beleving, een extra waarde. Die als je door je tuin heen loopt, al de kleurenmassa die je hier ook ziet. Maar daarnaast ook het leven van een bijtje, maar ook een vlindertje die soms langs komt vliegen en die dwarrelt in je plant. Vlinders, bijen, echt al een tiental soorten vlinders. Vorig jaar kwamen we de Atalanta tegen, de kleine vos, maar ook het koolwitje. Ook de distelvlinder. Daarnaast zie je echt wilde bijen. En wespen, hommels, een heel rijk scala aan insecten.